Het moderne theaterstuk Spooky is aankomende week te zien in het beziendershuis. De voorstelling is een mix tussen drama en multimedia. Het vertelt de aangrijpende gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in het beziendershuis. De productie is tot stand gekomen uh, toen ik samen met uh, Eva Timmermans, mede theatermaker en vriendin, in een uh, spookhuis in Groningen was. En toen dachten wij: dat willen we ook in Nijmegen. Hele, de hele voorstelling is gebaseerd op waarheden. En het belangrijkste daarin is eigenlijk dat het in dit huis spookt. Als dit huis al spookt, misschien moeten we hier dan ons spookhuis gaan maken. En uh, toen zijn we gestart. In de kelder sta je op middeleeuwse, zelfs Romeinse grond. De voorstelling is niet begonnen een paar maanden geleden, maar die is eigenlijk al begonnen in 1525, toen dit huis gebouwd werd. Um, wij zijn denk ik al meer dan een jaar met deze productie bezig. Uh, eerst overleg van hey, wat gaan we doen, uh, hoe zit de geschiedenis van het bezienershuis in elkaar, welk verhaal gaan we vertellen, vervolgens hoe gaan we dat vertellen en daar zitten heel wat uurtjes in. Het is een um, vrij uit de kluiten gewassen uit de hand gelopen project. Ze voelen uh, de geschiedenis hier en daadwerkelijk is het zo dat er soms koude tochten in één keer in het huis plaatsvinden. En dat objecten zich gaan verplaatsen. Dat mensen het gevoel hebben dat er dingen bewegen in het huis waar zij geen invloed op hebben. En we hebben hier verschillende gasten ook gehad die hier ook niet meer durfden te zijn. We gaan deze week vijf avonden uh, de voorstelling spelen. En uh, per avond zullen er een uh, x-aantal voorstellingen uh, zijn. Elk kwartier mag er een nieuwe groep naar binnen. Het zijn hele kleine groepjes. En als groep word je meegenomen door het huis en in haar duistere geheimen. Er zijn verschillende mensen geweest. die hier na één nacht slapen zeiden: van dit, dit spoort niet. Dit hier is iets pure angst. Volg ons online via Facebook: altijd en Op onze website: n1.nl of via Twitter: altijd en één. Want Nijmegen is altijd. En één.